Terwijl je voorleest. Het is gewoon een andere manier. Wij kennen jou vooral via internet. En zoals nu staat, kunnen we ook meelezen of je het goed doet. Ja, via internet. Wat komt er in dat? Iedereen mij een rare, harde, scherpe, kritische gast. Ja, maar zo zien we jou graag. Het is fijn is dat om dat vol te houden. Ja, okay. Wat horen we? Gaan een gedicht dat uit... Maar je hebt het denk ik uit Engels vertaald? Of, Maar dat is in het Pools geschreven. Nee, want Milos, die is op een gegeven moment naar Amerika verhuisd en hij schreef ook echt in het Engels ook. Maar dit gedicht ook? Ja. Maar het is ook door een ander vertaald en dan staat er links volgens mij... Nee, maar die vertaling is totaal klote, serieus. Maar er staat er wel volgens mij een Pools origineel. Maar voor. Nee, laten we het er nog een half uur over hebben. Eerst voordragen dan. Eerst voordragen. Ik moet wel naar de wc, maar het maakt niet uit. Oké, gedicht Een Bekentenis van Sechrov. Je zegt dus Miłosz, maar je schrijft Miłosz. Een Bekentenis. Mijn God, wat hou ik van aardbeien, Jem. Ja. En de donkere zoetheden van een vrouwenlijf. Mooi. Goed gekoelde vodka, haring in olijfolie. Geuren van kaneel en van kruidnagel. Wat voor profeet ben ik? Waarom zou de geest iemand als mij bezoeken? Vele anderen zijn waarachtig geroepen, betrouwbaar. Maar wie vertrouwt mij nou? Iedereen weet hoe ik glazen leegzuip, mijzelf op voedsel werp, hebberig naar de nek van de serveerster loer. Zit een beest in. Mooi. Hebberig naar de nek van de serveerster loer. Ik ben fout, ik weet het. Ik wil de grootheid, herken de grootheid waar die gaat, maar ben slechts ten dele helderziend. Ik weet wat overblijft. Voor kleine mensen als ik, de kortstondige hoop, de verkiezing der ijdeltuiten, een toernooi van louter bultenaren, de literatuur. Mooi. Wil jij nu...